We staan hier bij de maquette van de opera Reeks Progress van Stravinsky. Ergens in de opera komt er een soort van penetratie van objecten die van boven, vanaf de zijkant, van achteren door die wand heen breken en als het ware vernietigen wat daar is. Een uitdaging. Nou, als je daarmee aan de slag gaat, wordt er natuurlijk nagedacht over van, maar hoe laten we dan zo'n totempaal of giraffenkop naar binnen schieten, waardoor het effect ontstaat van een wereld die vernietigd wordt. Dat zijn eigenlijk best wel grote objecten. Op het moment dat het ding er staat, dan sta je natuurlijk opeens sta je zo te kijken. In plaats van zo naar beneden naar zo'n maquettetje, weet je wel. En dan pas geloof je het. En je denkt van nou, het zou best wel eens een keer een heel goed effect kunnen zijn als dat allemaal zo binnen komt. Nou, dan wordt er natuurlijk nagedacht over van, staan er mensen, hoe snel, vanaf welke hoek. Die toren moet natuurlijk waar die objecten aan hangen. En daar langs kan dat object het toneel op glijden. Ja, die toren moet niet omdonderen. Maar het moet ook de vrachtwagen in kunnen. Na de voorstelling moet afgebroken kunnen worden, want de volgende dag staat er een andere voorstelling. Het gaat niet om de techniek, het gaat over het voeden van de verbeelding. En de verbeelding is natuurlijk ongelooflijk belangrijk.